Impulsen van reflexen in het gebied van het hoofd lopen via de hersenstam. Doordat de route via een reflex kort is, kun je snel reageren. Ondertussen gaat er ook impulsen naar de hersenen, daar vindt de bewustwording plaats. Nu kijken we dan naar een voorbeeld. Stel dat je je hand brandt. Het is van levensbelang dat je je hand zo snel mogelijk wegtrekt. Dat lukt door de werking van de reflex. Ondertussen gaat ook een impuls naar je hersenen. Daar voel je dat het pijn aandoet. Maar je hebt intussen je hand weggetrokken voordat je je bewust bent van het gebeurtenis. Ook via je ogen zie je wat er gebeurt en komen er impulsen binnen in je hersenen. Gelukkig zitten je ogen dicht bij je hersenen, dus die impulsen zijn er snel. Nu kun je verstandig dingen bedenken om te doen, zoals je handen dan onder de kraan te doen of een pleister aan te plakken. In dit overzicht wordt alles even op een rijtje gezet. Prikkels afkomstig van de zintuigen of binnen van je lichaam worden via de sensorische zenuwcellen doorgegeven aan het centrale zenuwstelsel. Via schakelzenuwcellen worden de impulsen gegeven aan de motorische zenuwcellen. Die sturen de werking van de spieren en klieren aan. Het zenuwstelsel bestaat uit een centraal deel en een perifere deel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. De hersenen dan bestaat uit grote hersenen, kleine hersenen en de hersenstam. In het perifere deel zitten de sensorische en de motorische zenuwcellen. In het ruggenmerg zitten de schakelzenuwcellen.